Goedemorgen. Vandaag is het moederdag. Mogen we onze moeder weer verwennen? En wat moet je daar nou bij tekenen? Moederdag. Ik heb er nou wat dingen lopen verzinnen, maar een hart voor onze moeder, weet ik veel. Maar er is nog wat anders vandaag. Het is vandaag ook draag geen sokkendag. Gisteren hadden we al naakt tournieren, vandaag geen sokken. Ja, als je naakt tournieert, heb je ook geen sokken aan. Maar laten we eens sokken vandaag gaan tekenen. Ja, je hebt allerlei verschillende soorten sokken. En sokken kun je ook leuk versieren. Doe je mee? Ja, gisteren nog naakt tuinierendag. Vandaag is het geen sokkendag. Ja, als je naakt gaat tuinieren, dan heb je geen sokken aan. Maar sokken. Ja, laten we eens sokken tekenen. Hoe ziet nou ongeveer een sok eruit? Nou, laten we gewoon zo beginnen. Hier het hielstuk. Zo. Eigenlijk is dit dan een hele aardige sok. Hier dat stiekgedeelte natuurlijk. Zo, en hier die hiel. Ja, en dan hebben we eigenlijk al een sok. Dit is wel een vrij grote voet, zie je. Zo. En het hielstuk. Dan heb je soms ook sokken. Die hebben ook nog een teenstuk. Kan natuurlijk ook. Zo. Maar je kan ook sok versieren natuurlijk. Hè. Je kan hem bolletjes geven. Een hele vrolijke sokken van maken. En natuurlijk inkleuren. We kunnen er een zigzagpatroon in geven. En ook die kunnen we verschillende kleurtjes geven natuurlijk. Je hebt ook nog kniekousen natuurlijk, maar dit, ja, dat zie je eigenlijk niet zo veel meer, kniekousen. Ja, dat zijn ook weer geen sokken. Wat ik wel leuk vind, al die verschillende soorten sokken, dus inderdaad al die verschillende patronen daarin. En ik zou zeggen, ga vandaag eens zelf aan de slag en ga eens verschillende patronen aangeven in die sokken. Ga ze eens leuke kleurtjes geven en leuke dingen verzinnen. Verzin zelfs leuke sokken. En wie weet lukt het wel een keer om zo'n sok te laten maken dan. Succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.